Deze rode bal zit erin. Ja. En nog een kastje. Die is gemaakt. Mhm. Nog wat autootjes. En van wie was deze eerste la? Welke spullen zitten daarin? Van wie zijn die spullen? Van oma Antje. Van oma Antje, hè? Ja. Ja. Van de oma's en de opa's. Ja. Ja. Stel maar erover tegen je vrouw. Van wie is dat schriftje? Die is van mijn moeder geweest toen ze, toen ze op school zat. Toen zij op school zat? Kijk er maar eens in. En wat deed ze in dit schriftje dan? Schrijven. Schrijven? Doen wij dat ook nog zo? Wat denk je? Nee. Nee, denk je dat wij dat anders doen? Het is al wel een oud schriftje, maar wij doen het eigenlijk nog op dezelfde manier. Wij leren ook zo schrijven. Dat is wel grappig, hè? Alle weken tweemaal mag ik in het bad. Jongens, jongens, wat een heuse pret is dat. Zijn mijn vierkant op mijn kin, zo padoes de badkuip in. Zijn mijn vierkant op mijn kin, zo padoes de badkuip in. Het ziet er ook wel heel oud uit. Ja. Is het toch? Ja. Ik zou daar nu even stoppen en zullen we dan kijken wat er in het plaatje zit. Ik kan niks zien. Nee. Ik zie het ook niet. Zo niks. Er zit ook nog niet zoveel in. Nee, er is een heel klein beetje poeder zat erin, hè? Hou maar eens op een beetje schuin. Kijk. Nog een keer. Ja. Voor eens kinderen deed je het al. Jantje heeft een nieuwe bal. Die is een grote mooie. Oh, het is zo mooie. Ja, het is meusje het misschien. Dat zo'n mooie bal gezien. Kijk, daar vliegt hij in de kroop. Kijk, daar vliegt hij in de boog. Wat heb jij daar gedaan? Buiten op het land.